TBS van timmerman Ludo de B. uit Woensdrecht is door de rechter in Breda met 1 jaar verlengd. De B. werd in de jaren 90 bekend als het monster van Woensdrecht. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar celstraf en TBS voor het verkrachten en doden van 2 Belgische tienermeisjes. Hij blijft dus nog zeker 1 jaar langer in een TBS-kliniek.